Storybeurt in de klas. Een storybeurt is eigenlijk niks anders als een prentenboek. Met storybeurt kun je dus verhalen vertellen. Maar wat je laat vertellen, dat ligt aan jullie. Het is de bedoeling dat je je leerling gaat stimuleren door ze in een verhaalvorm iets te laten vertellen. Je kunt eigenlijk alles laten vertellen. Storybeurt werd vrij simpel door plaatjes te slepen die ze leuk vinden en daarnaast een stukje tekst te tikken. Het helpt ze om van vage begrippen een mooie geïllustreerde beleving te maken. En, bovendien, ze kunnen hun creativiteit gebruiken. Want, misschien zoals jij het ziet, zien zij het niet. En nu kun je dus testen en zien vooral hoe zij iets beleven. Jullie opdracht is: maak een opdracht voor leerlingen waarin ze een begrip en of een gebeurtenis uitleggen door middel van een storybeurt. Stel wel je kaders, maar laat zeker hun creativiteit voldoende ruimte. Heel veel succes met de opdracht. Het eindproduct is een storybeurt. Jullie storybeurt kun je ook delen. En dat kan je doen bij de instellingen, bij Share. Kies ervoor om je storybeurt met mij te delen. Dit is jullie opdracht. Nu een snelle tutorial van Storybeurt. Ga in je browser naar storybeurt.com. Je kunt daar een gratis account aanmaken. En vervolgens kun je beginnen met het bewerken van een boek. Als je eenmaal ingelogd bent, zie je wat je al gedaan hebt, je klassen, maar ook Create. Als je klikt voor Create, kun je een soort tekening kiezen. En onder die tekening zitten dan een heleboel andere tekeningen. En vervolgens kun je gewoon aan de slag. We nemen even een voorbeeld. Je klikt op Start a Storybeurt. Je wacht even tot het is geladen uiteraard. En je kunt gaan beginnen. Het is heel simpel. We pakken een tekening. Je sleept. Je kunt hem over het hele vak doen. Je kunt hem bovenin plaatsen, onderin plaatsen, links of rechts. En je kunt het schrijfvak nog wat kleiner of groter maken. Op het moment dat je loslaat, staat de afbeelding erin. Kun je tekst invoegen. En op deze manier kun je verder. Onderin staat bladzij toevoegen, bladzij verwijderen en je kunt wisselen tussen je bladzijdes. Als je klaar bent, doe je save. Via menu kun je ook nog anderen uitnodigen om tegelijk in één storybeurt te werken. Heel handig bij deze opdracht. En tenslotte kunt u bewaren en sluiten en je kunt publiceren zodat iedereen hem kan zien. Heel veel succes!